suikervrije, verfrissende snoepje van Mentos. 10 uur geworden. Leuk dat je afgestemd bent bij Jim. Vanavond is er weer een nieuwe aflevering van Laidback. Met mijzelf Bjorn Lava en Anne Lengens. Jim is altijd op zoek naar nieuw talent, dus ook naar nieuwe VJ's. Dus heb je zoiets van, oh, dat is echt mijn droomjob, dan kan je altijd inschrijven en een filmpje uploaden op onze site jim.be. Bjorn, je hebt dat ook gedaan, hè? Inderdaad. Jij wil heel graag VJ worden? Inderdaad, een paar maanden geleden heb ik een sollicitatiedemo gemaakt. Ik heb dat op YouTube geplaatst en totaal volledig uit de lucht beschoot ik toen ik van reis kwam van Duitsland, dat ik geselecteerd was. Ja, zeg, kan je dat nog eens voordoen misschien, hier bij ons, hoe jij jou voorgesteld hebt in jouw filmpje? Misschien nog eens een sollicitatie nu live op tv? Ik moet even denken wat dat weer was. maar ik wil het wel eens proberen. Alweer? Hoe oud ben ik alweer? Ja. Oké, naar welke camera moet ik juist? Jij mag naar die camera daar kijken. Dat is het? Ja. Hallo, ik ben Bjorn, ik ben 31 jaar en kom uit de regio Oostende. Radiomaken is een leuke hobby van mij, als ook figureren in tv-series. Onlangs figureerde ik bij Aspe nog een gastrol. Ik had ook nog een zus, jammer genoeg, maar zij is jammer genoeg verongelukt. En in het dagelijkse leven ben ik te werk gesteld bij de gemeente Middelkerken. Voilà, oké. Okay. Ja. Jij spreekt wel heel mooi, hè? Inderdaad, ik heb een paar jaar geleden nog meegedaan aan een talentenjacht bij Donna, dus de nu MNM. Mm-hmm. En ja, het zit een beetje ingebakken. Ja, inderdaad. Ja, het West-Vlaams toch een beetje kunnen verdoezelen dan? Echte radiokenners horen toch wel het verschil tussen een echte Binnenlander of een Buitenlander, vooral op de woorden G en G. Ja, absoluut. Zeg, je zegt ik ben een radiopresentator, waar presenteer je dan? Ik presenteerde vroeger op diverse radio's, onder andere TRO-FM, dat was een radio in Torhout. Ook nog bij Radio Middenkust, in Oostende was dat. Intussen bestaat die radio niet meer, dat was via Radio Andromeda. En af en toe ook reclamespotjes in spreken. In mijn eigen home studio thuis doe ik nog altijd voor topradio en dergelijke. Ah ja, maar het is dus echt een droom voor jou om een job op tv te krijgen. TV of radio TV eigenlijk, of radio. Maar tv, ja, worden rap en herkend en zo. Hè. Ja. Ah, is dat iets wat je leuk vindt? Inderdaad, ja. Aandacht krijgen. Hè. Ja? Ja. Dus jij wil zo gespot worden en foto's van jou genomen worden, interviews geven, mensen die om handtekeningen komen vragen. Wie niet? Hè? Wie weet, na vanavond. Ja. Denk, waarom is VJ worden dan op gym zo een toffe job, denk je? Toch, je leert altijd andere mensen kennen. Als je bijvoorbeeld op festivals en zo gaat, kun je een keer mensen interviewen en zo. Dat spreekt me wel echt aan eigenlijk. Ja, zijn er VJ's of mensen op tv waar je naar opkijkt dat misschien voorbeelden kunnen zijn? Goh, VJ Dini is wel een goede presentator eigenlijk. VJ, hoe noemt hem weer? Nico zeker? Ja. Dat is Nico, ja. Nico, ja. Een goede presentatie. Dus, ja, en wat zit er eigenlijk heel veel? Bjorn. Jij ook, ja. Ah, ja, dankjewel. Jij bent nog niet zo lang hier bij Jim, hè? Nee, dat is waar. Ja. Zeg, als VJ op Jim moet je natuurlijk ook bezig zijn met muziek. Ja. Ik neem aan als radiopresentator ook. Wat voor muziek luister je zo? Goh, mijn favoriete hit van dit moment is Lady Gaga met My Telephone. Trouwens, ja. Eigenlijk al haar nummers zijn leuk om te horen.